Vlaming Britney Spears is binnenkort te zien op de Nederlandse televisie. De veelbesproken documentaire verschijnt maandag 15 februari exclusief op Net 5. Tekst gaat verder onder advertentie. De documentaire toont hoe er door de media met de Amerikaanse popster werd omgegaan in haar jongere jaren. In 2007 had Britney een zenuwinzinking, waardoor ze in 2008 onder volledige curatele kwam te staan van haar vader Rami Spears. Sindsdien beheert hij niet alleen de financiële zaken van zijn dochter, maar lijkt hij ook grotendeels de controle over haar dagelijks leven te hebben. Vlaming Britney deed in Nederland al veel stof opwaaien. Omdat de makers een fragment uit de tv-show van Ivo Nieuwe hebben gebruikt. De Afrotros-corrivé vroeg Britney iets over haar borsten en wordt door de makers van de documentaire vrouw onvriendelijk genoemd. Volgens Nieuwe is het fragment gebruikt zonder de context te schetsen, wilde hij haar de kans geven om iets over alle berichtgeving over haar borstvergroting te zeggen en was de sfeer tijdens het gesprek goed. Maar volgens andere betrokkenen spreekt Nieuwe niet de waarheid. Volgens fotograaf William Rutten, die destijds bij de opnames aanwezig was, brak backstage de pleuris uit toen Nieuwe de zangeres naar haar borsten vroeg. Haar management zou zelfs gevraagd hebben om de vraag uit het interview te knippen, maar dat verzoek is door de productie van de tv-show niet ingewilligd. In de documentaire doen verschillende mensen een boekje open over de situatie van de zangeres, waaronder een goede vriendin van de familie, een advocaat die werkzaam is in de zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die oorspronkelijk het imago van Britney heeft bedacht. Buzzelets blog, ADS.